gisteravond 1-1 gelijk tegen Charleroi. Lewis Hamilton heeft in een Mercedes de grote prijs van China Formule 1 gewonnen. Sebastian Vettel werd in een Ferrari tweede. Vertrekken en reed dus een knappe inhaalrace. Ons landgenoot Stoffel van Doorn haalde het einde niet. Hij moest op voor halfweg zijn McLaren aan de kant zetten met een brandstofprobleem. Ook zijn ploegmaat Fernando Alonso moest opgeven. Na twee wedstrijden delen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de leiding in de WK-stand. Vanmiddag mooi en zonnig, maximaal tot lokaal 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met soms wat gedruppel. Het wordt dan ook een pak frisser en de rest van de week een paar buien nog, maar wel vaak droog met wolken en opklaringen. En dit waren de hoofdpunten. Bij de aanslag in Stockholm is ook één Vlaamse vrouw omgekomen. Premier Michel is boos op staatssecretaris Joël Demir en Wouter Beken van CD&V eist excuses. En Tom Boonen doet een gooi naar een vijfde overwinning in Parijs-Roubaix. Dat was het nieuws. Tja, is mama. Met de verhuis naar het woonzorgcentrum hier is er veel veranderd. Ja, altijd wachten. Naast die